De klassieker in de arena zonder Feyenoord supporters, want die zijn thuisgebleven in de Kuip, is begonnen. Graf. Even balcontact van Kroes. Via Boateng en Van Gastel, Schuiterman. Eerste Ajax-kans is op komst met Arve Latse. De bal rolt wel door richting het lege doel. Maar Arve Latse was niet meer bij machten die bal het goede zetje te geven. Foutje bij de omspeler van de bal was buitengewoon slordig. Maar Graf voorkomt in de eerste minuut van de wedstrijd een Ajax-goal. De Wonderen helemaal terug. De Koen. Schuiterman. Veel mensen van Rotterdam mee met deze aanval, waaronder Kroes. Maar een prachtig schot komt er nu van. Vos. Van Wonderen. Boateng. Doet het veel te gemakkelijk. Avelats. De Boer mee aan de rechterkant. Avelats en Hoekstra sluiten aan. De Boer wacht op meer versterking. Station moeten zijn. Blind die zijn 500ste Eredivisiewedstrijd speelt vanavond. Waarvan overigens 162 in dienst van Sparta. Voor alle duidelijkheid. Pits met de eerste corner van de wedstrijd. Indraaier en die is over de lijn geweest, toch? Zat hij er niet in dan? Scoort daar Tobias er niet gewoon uit de corner van Witsen? Nee, zegt Van der Ende. Maar die bal is toch over de lijn? Het heeft er toch alle schijn van dat die bal over de lijn is, naar de kopbal van Tobias. Graf trapt hem weg. Volgens Van der Ende voor de lijn. Maar, daar kunnen vraagtekens achter worden geplaatst. Moeilijke beslissing van Van der Ende, die ook niet helemaal op één lijn stond. En dus zijn gevoel moest laten spreken. Arvelats. Weg van Schuiterman. Goed gedaan. Liedman is daarboven, blind. De Boer. Ronald de Boer. Jawel. Dani. Ronald de Boer. Blind. Dani. Wil het ingewikkeld doen. Arve Latse krijgt dan vervolgens geen tweede kans. En de eerste inzet was van Liedman natuurlijk. Tobias. De stemming in het veld. Feyenoord heeft een blok neergezet waar Ajax tegenaan beukt. Maar waarin het nu een opening lijkt worden gevonden. Want de deur staat meer dan op een kier. En nu gaat die deur helemaal open. Strafschop, overtreding van Schuiterman. Tegen Arve Latse. Spelen had met er de schijn van dat er sprake was van buitenspel. Maar dat geldt in elk geval hier niet voor Arve Latse. En de overtreding van Schuiterman, daarover bestaat geen misverstand. Het leek even buitenspel daarvoor. De Finn Liedmanen tegen de Pool Dudek. En het is 1-0 voor Ajax. En op grond van het grote veldoverwicht. De eerste 30 minuten is dat ruimschoots verdiend. Olise. Hoekstra. Van Wonderen. Dudek.
schot. Geen buitenspel gebruikt de grensrechter. En dan is het dus 2-0 door Shota Arveladze. Maar was het geen buitenspel? Kunnen we ons afvragen. Nee, het was geen buitenspel. Omdat Van Gommel te laat wegstapt. En dus was de weg vrij voor Arveladze. Appel van Schuiterman is niet terecht. Van Gommel maakte de laatste stap te laat. En dus juichen zij terecht. Via Liedmanen weer Hoekstra. Arveladze blind. Goede bal zeg. Doedek. Onderkrekt. De gevoelens van Overie die Dani mogelijk al met zich meedoet. Op weg naar, nou, die dacht, de 3-0. Dani. Och. Geen bij de spel, de aanval komt vol. Dani kan hem uiteindelijk afronden. Oh, Dani. Daniel da Cruz Carvalho. Dani Arveladze, er is enige hulp van Van Wonderen voor nodig om Dani weer aan de bal te helpen. Maar daarna betovert hij Doedek. En zet de arena in vuur en vlam. En wat gelukkig 1-2 misschien, maar een wonderbaarlijk mooie afronding van Dani. Die zorgt voor 3-0. Vos. Vos. Dan toch nu de tweede keer Feyenoord-kans. Is dit geen strafschop? Nee, zegt Van der Ende. En Vos reclameert niet. Dus heeft de scheidsrechter dat heel goed gezien. Van der Ende onbestraft. Olise. Witsche. Goeie paas. Goed, lekker strak. Arveladze. Langs Schuiterman. En uit moeilijke hoek. Toch meteen geschoten. Moet zijn heil zoeken in een lange bal naar voren, naar Kroes. Die kijkt of hij hulp ziet, maar die ziet hij niet, want die is er in de verste verte niet. Hij stond eenzaam en alleen. Kon dus niks uitdrukken. Rudy. De Boer. Die moeten dan afronden. De Boer mag het doen voor 4-0. Feyenoord heeft, nadat het zelf had, kansen kregen om op 3-1 te komen. Een tijdplan door flink te hozen de boel achterin een beetje droog kunnen houden. Maar nu is het ook weer sprake van flinke lekkage in de Rotterdamse verdediging. Van buitenspel is geen sprake, want Van Gommel stond er nog. Arveladze heeft Witsche met zich mee, maar gunt het doelpunt aan Ronald de Boer, voor wie het de eerste competitietreffer is in dit seizoen. Een lange, uitgesponnen Ajax-aanval en een open kans wel besteed aan Ronald de Boer. 4-0. Mario! Arveladze, Liedmanen. De kaart moet bestemd zijn voor Van Gommel. Dit gebeurde. Bal bezit Ronald de Boer. Dan Van Gommel. Het spel. Dreigde verder te gaan. Maar Van der Ende zag het uit de ooghoek. En Van Gommel krijgt dus rood. Corner. Arveladze. Witsche. Oh, Gerry Muren, maar dan in veelvoud in kwadraat. Gerry Muren in Bernabeu. Ja, die haalt het niet bij wat Witsche hier uitspookt. Ik begon bij Arveladze.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en net geen 10 meer.